Ik verwacht dat de komende 10 jaar de economische groei gemiddeld rond de nul komt te liggen. En dat is totaal anders dan we in het verleden gewend waren. Lag het de afgelopen 20 tot 30 jaar boven de 2%, dan is nul echt totaal wat anders. Dat betekent een totaal andere omgeving voor beleid en voor bedrijven. En daar moeten we ons goed op voorbereiden, zeker de overheid. Nou, als je kijkt naar Nederland, dan zijn er twee dingen over te zeggen. Aan de ene kant is het heel makkelijk om te zeggen, het is niet meer relevant. Want als je kijkt naar een breder welvaartsbegrip, als je kijkt naar niet alleen naar inkomen per hoofd, maar als je kijkt naar het onderwijsniveau, naar onze levensverwachting, naar onze gezondheidszorg, dan gaat het eigenlijk veel meer daarom. Dat is misschien de goede kant. Maar ook als het gaat over duurzame economie, grondstofschaarste en dingen, die zitten er ook allemaal niet in. En dat wordt steeds belangrijker. Dus aan die kant is dit begrip misschien niet meer zo heel relevant. Maar als je kijkt naar hoe onze economie georganiseerd is, waar we ons beleid op richten, waar wij vooral mee bezig zijn, waar bedrijven mee bezig zijn, dan is het nog steeds ons traditionele begrip van economische groei. Ben je dan optimistischer of pessimistischer dan het Centraal Planbureau? Nou, het Centraal Planbureau gaat voor de komende 5 jaar uit van ongeveer 1,5%. En voor de lange termijn ook zoiets. Ik denk dat we toch aanmerkelijk lager moeten zitten dan dat. Ook zowel voor de korte termijn als voor de komende 10 tot 20 jaar. Wat is dan wel het perspectief? Ja, het perspectief als het gaat om dit begrip van economische groei is toch wel wat minder positief dan wat we gewend waren. We waren gewend 1,5 tot 2, boven de 2% groei. Hè. Dat is ook waar onze EMU-tekortnorm op gebaseerd is. Dat is de 3% en de schuld van 60%. Ik denk dat we toch veel meer dichter richting nul moeten gaan denken. En dat betekent nogal wat. En waarom die nul? Dat is misschien goed om eerst uit te leggen. We hebben te maken met de financiële crisis. We weten uit het verleden en alle studies die de laatste jaren zijn gedaan, dat een financiële crisis betekent minder groei. Schuldafbouw betekent dat consumenten minder geld te besteden hebben. Betekent dat bedrijven minder makkelijk krediet krijgen voor innovatieve dingen. Betekent uiteindelijk ook minder groei. En dat kan zomaar een procentpunt per jaar schelen voor de komende 10 tot 20 jaar. Nou, dan zit je al aanmerkelijk laag. Maar er zijn ook andere factoren. Als je kijkt waar de groei nu plaatsvindt, dan is het waar de demografie sterk groeit. Kijk maar naar Afrika. Of waar het welvaartsniveau nog veel achter dat van ons ligt. Bijvoorbeeld in Azië. Dat is niet hier. Daar hebben wij nog niet meteen last van. Maar het betekent wel dat een van de groeimotoren van de afgelopen 20 jaar die we hier hadden, er niet meer is. Het betekent ook, bijvoorbeeld als je kijkt naar onderwijsinstituties, kunnen we nog steeds wel iets winnen, iets verbeteren. Daar gaat het beleid ook om, maar dat is marginaal. We hebben het over 2% BBP groei in 2070 als we iets beter doen met onderwijs. Ja, daar moet je niet van hebben de komende paar jaar. Dus wat dat betreft is het nog een stuk negatiever. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de transitie naar een duurzame economie, naar groene groei, wat heel belangrijk is. Maar groene groei wil niet zeggen meer groei. Sterker nog, het wil vaak zeggen minder groei, want in eerste instantie betekent dat het afbreken van bestaande infrastructuren en die vervangen door andere. En dat is een transitie en een transitie betekent in eerste instantie minder groei. Eigenlijk zeg je dat allerlei economische theorieën over groei dus op de schop kunnen. Nee, de theorieën blijven hetzelfde. Alleen wat wij in de endogene groeitheorie, total factor productivity, of eigenlijk in de traditionele groeitheorie, wat we daarin noemen, die factoren die daarachter liggen, dat is scholing, dat zijn ideeën, dat is kennis, dat is innovatie, die zijn weer gebaseerd op andere factoren. Die zijn gebaseerd op hoe het financieel stelsel is georganiseerd, wat we doen met het onderwijsniveau, hoe snel dat groeit. En die zitten dus in die factoren. En als je dan simpelweg een tijdreeks neemt uit het verleden en die op de toekomst legt, dan mis je die factoren. En dan moet je eigenlijk veel lager zitten. En dat is wat ik zeg. Dat betekent dus dat de Nederlandse overheid dat met in zijn beleid wel rekening mag gaan houden met een andere groeiverwachting. Ik denk het zeker. Ik denk dat helaas dat ook het nieuwe kabinet, wanneer dat er komt, ook nog te optimistisch is over de groeiverwachting. En daar moet je dus in je begrotingsbeleid nog meer rekening mee houden. Want je weet dat de uitgaven zijn voornamelijk gelieerd aan demografie en een deel vaste kosten. Terwijl je inkomsten zijn voor een groot deel gebaseerd op economische groei. Nou, als die tegenvalt, moet je aan de uitgavenkant ook dingen aanpassen.